Wat we in dit geval zien is iets wat we al vaker zien de afgelopen jaren. Hij leent eigenlijk van verschillende ideologieën. Dat is iets wat wel heel erg tijdens de COVID-periode op gang is gekomen. Het grote risico is dat er dan ook een soort fixatie begint op te treden. Alleen niemand weet precies wie wanneer ergens moet ingrijpen. Als dat niet voldoende is, dan komt er natuurlijk op een gegeven moment dat iemand ook mogelijk een dreiging gaat vormen voor de samenleving. Hallo vrienden, we zijn weer terug. Welkom bij Boos seizoen 10, aflevering 1. We gaan dit seizoen ook gewoon weer aan het werk met de problemen die jullie ons toesturen. We hebben al van alles gedraaid en onderzocht, maar we beginnen dit seizoen net even anders dan je gewend bent. Misschien heb je het al gezien in de pers. Afgelopen 6 september kwam er een man naar het Mediapark met de mededeling mij om het leven te willen brengen. En dat is, zoals je ziet, niet gelukt. We hebben met Boos ook lang nagedacht. Wat moeten we hier nou mee? Gaan we hier een uitzending over maken? En het antwoord is geworden ja. En in deze uitzending zetten we alles wat we tot nu toe weten voor jou op een rijtje. Onze informatie putten we uit informatie die met mij als slachtoffer is gedeeld. Camerabeelden, gesprekken met betrokkenen. De data die we, naar goed zoeken, online konden vinden. Al deze informatie hebben we vervolgens aan verschillende experts voorgelegd. En belangrijk om te vermelden is wel dat er nog wat dingen moeten gebeuren. Het strafrechtelijk proces is bijvoorbeeld nog niet van start. En dat betekent dat er komende maanden nog nieuwe informatie bij het OM zou kunnen belanden. Wij en de experts weten dus nog niet alles, maar wel genoeg voor een eerste analyse van het incident en de verdachte. Dus, waarom nou deze uitzending? Nou, omdat we het belangrijk vinden om met jullie te delen wat wij tot nu toe weten over wat er die dag is gebeurd. Wat de vermeende motieven zijn van de man. En omdat we wilden onderzoeken of dit iets is dat breder maatschappelijk te duiden is. En we beginnen dat verhaal bij het begin. Want wat is er nou precies gebeurd op de dag dat er een gewapende man naar het pand van BNN Vara kwam? Daar gaan we. De volgende reconstructie is gemaakt op basis van camerabeelden, getuigenverklaringen en informatie uit de verhoren. Het is woensdag 6 september, einde middag. In het BNNVARA-pand aan het Mediapark in Hilversum wordt op dat moment gewerkt door de voltallige redactie van het Boos-team. En ook ik ben aanwezig. Die middag om 15:25 loopt een man over het Mediapark richting dit pand, dat gedeeld wordt met de VPRO, de NTR en Omroep Human. De man loopt naar binnen door de gedeelde ingang en meldt zich bij de receptie in de gemeenschappelijke ruimte. Hij draagt een zonnebril en heeft een tas bij zich. Als hij zich meldt bij de receptie, vraagt hij de medewerkster van dienst naar Tim Hofman, naar mij dus. Hij geeft aan dat hij een handtekening van mij wil, voor zijn zoon. En dat hij in zijn tas een knuffel heeft om de handtekening op te zetten. De receptiemedewerkster vertrouwt het niet. En hoewel ik wel aanwezig ben, vertelt zij de man dat degene die hij zoekt niet aanwezig is. De man begeeft zich om 15:27 weer naar de uitgang. Hij loopt naar buiten en gaat het Mediapark weer op. Zo'n 2 uur later, rond 17:24, vertrek ik zelf naar huis. Ik loop door diezelfde gemeenschappelijke ruimte en dezelfde uitgang weer naar buiten. Weer een paar uur later, inmiddels is het avond. Om 20:42 verschijnt dezelfde man die 's middags een handtekening kwam halen opnieuw bij het pand van BNNVARA. Ook nu heeft hij een tas bij zich. Hij gaat door de draaideur naar binnen en meldt zich nogmaals bij de receptie, waar op dat moment een beveiliger zit. Dit keer vraagt de man niet om een handtekening, maar zegt hij: "Ik zeg het alvast, ik kom Tim Hofman doodschieten." En over de beveiliger zegt hij: "Ik kom hier niet voor jou." Desgevraagd zegt de man een pistool in zijn tas bij zich te hebben en dat hij bereid is deze aan de beveiliger te overhandigen. Op verzoek legt hij de tas op de balie. De beveiliger meldt dat hij de politie zal bellen en maant de man in zijn bijzijn op de politie te wachten. Maar de man begeeft zich toch naar buiten. Daar loopt hij vanuit het pand het Mediapark op om op het zebrapad op de politie te wachten. Enkele minuten later verschijnt de politie. Dan wordt de man door agenten met getrokken wapens gearresteerd.
Goed, dit is wat we voor nu weten over het moment van het voorval. Maar we hebben meer informatie. Die gaan we nu met jullie doornemen. En om deze informatie te duiden, hebben we onderzoekers op het gebied van onder andere rechtsextremisme en radicalisering gevraagd om mee te kijken. Zij baseren hun uitspraken op dezelfde informatie als die wij tot onze beschikking hebben. Hiermee kunnen zij de verdachte niet psychoanalyseren, maar op basis van de data die wij hen hebben aangeleverd, kunnen ze wel een patroon duiden vanuit hun vakgebied. Ja, we hebben de nodige informatie tot onze beschikking. Ik heb als slachtoffer in deze zaak, zo heet dat dan, de verhoren door de recherche en de rechtercommissaris met de verdachte ingezien. En we gaan je dus vertellen wat daarin stond, maar daar hoort wel een disclaimer bij. Want het zou kunnen dat de man zijn verklaringen nog verandert in de rechtbank bijvoorbeeld, of dat er door de recherche of het Openbaar Ministerie nog nieuwe informatie ingewonnen wordt. Ook zullen we sommige details die we wel weten weglaten, zoals zijn naam, gezicht en privégegevens. Want ten eerste willen we geen martelaar van hem maken en ten tweede willen we het strafrechtelijk proces niet in de weg zitten. Dus dit is wat we jullie kunnen vertellen. We beginnen bij de vraag: wie is deze man nou eigenlijk? Nou, het gaat om een volwassen man. Hij is 41 jaar oud, wit en komt uit Breda. Hij is alleenstaand en hij heeft een baan waar hij met mensen werkt en in contact komt. Ook heeft hij kinderen met een ex-partner. In het verhoor is te lezen dat de man naar eigen zeggen zou kampen met mentale problematiek. Hij zou niet schizofreen of psychotisch zijn en ook tijdens zijn bezoek aan het Mediapark niet in een psychose verkeren. Hij zegt vaker in aanraking te zijn gekomen met het OM. Verder vertelt hij dat hij jaren geleden is bekeerd tot de islam. Waarom dat relevant is, dat vertellen we straks. Alles wijst er verder op dat hij op 6 september als eenling werkte. Er is geen indicatie dat hij onderdeel is van een organisatie of een netwerk. En dat zegt hij zelf in de verhoren. En dit komt tot nu toe ook uit het onderzoek van de recherche en het Openbaar Ministerie. De motivaties van zo'n eenling zijn altijd heel complex. Wij hebben vaak een beetje de neiging om het te willen terugbrengen tot één ding. Dat maakt het bevattelijk. Bijvoorbeeld, het is alleen een persoonlijk probleem. Of het komt door een psychiatrische aandoening. Of het komt juist door een politiek of religieus idee. Maar het één betekent niet dat je daarmee niet ook echt bewust die daad pleegt. Het zegt dus niet iets over van iemand is het niet aan te rekenen, want zo iemand kan het evengoed wel aan te rekenen zijn. De uitdaging is om eigenlijk steeds te erkennen dat al die dingen samen kunnen gaan. Het een sluit het ander niet uit. Je kunt én een psychiatrisch probleem hebben en hele sterke politieke of religieuze opvattingen. Dan het plan. De man vertrekt 's morgens met de trein vanuit Breda naar het Mediapark. Hij heeft een tas bij zich en daar zit onder andere kauwgom in, een knuffel voor die handtekening waar we het eerder over hadden, een mes en een vuurwapen. En het zou gaan om een omgebouwd gaspistool. In zijn huis zou de koffer van het wapen zijn gevonden. Hij heeft verder die dag ook nog een briefje bij zich waarop geschreven zou staan dat hij komt om, zoals hij het zegt, Tim Hofman door zijn sodomieter te schieten. En dat hij komt namens Al-Qaeda. Dit laatste zou vooral bedoeld zijn om intimiderend over te komen. Hij verklaart dan ook tegen de recherche dat hij niet bij Al-Qaeda zit. Hij zegt wel dat Al-Qaeda mijn vijand is en dus zijn vriend. Hij neemt verder in het voor duidelijk afstand van het salafisme, want dat is niks voor hem, stelt hij. En hij zegt ook de Koran niet te kunnen lezen omdat hij geen Arabisch kan. De verdachte heeft een hele specifieke interpretatie van de islam. De islam is niet één homogene religie waarbij iedereen hetzelfde denkt. Er zijn verschillende stromingen, van liberaal tot meer fundamentalistisch. Hij schaart zich vooral aan die kant van de islam waar heel veel aandacht is, ook voor het lot van islamitische mannen die in echtscheiding liggen en daardoor hun kinderen niet meer mogen zien. En hij is heel erg fel op juist wat hij ziet als meer liberale of moderne tradities binnen de islam, die eigenlijk een modernere, vrijzinnigere islam voorstaan. Dus zijn ideeën worden zeker gevoed door de religie, maar dan wel door een hele specifieke interpretatie ervan. De man overhandigt het briefje uiteindelijk 's avonds niet bij de receptie. Hij zegt later dat hij nog het idee had iemand te gijzelen om zich zo bij mij te laten brengen, maar dat hij besloot dit toch niet te doen omdat hij andere mensen niet tot last wilde zijn. Het ging hem echt om mij, zegt hij tegen de recherche. Achteraf zegt hij nog tegen de rechtercommissaris: als ik Hofman die middag had getroffen, had ik hem doodgeschoten. Dat zegt dat hij echt oprecht van plan was om te willen moorden. Dat hij echt oprecht van plan was om Tim te willen vermoorden, te doodschieten. Dus er zit wel een soort persoonlijke fixatie bij.
Tot slot, de vermeende motieven. Waarom komt de man die dag naar het Mediapark met het plan een moord te plegen? Nou, om te beginnen verklaart de man in zijn verhoren dat hij 's morgens in zijn privésituatie iets meemaakt dat hem tegenstaat. Hij is naar eigen zeggen vervolgens op tilt geslagen. De problemen in zijn privésituatie zouden volgens hem deels zijn ontstaan door woke gedachtegoed. De man vertelt in het verhoor dat hij tegen alles is wat hij ziet als woke en extreem links, en dat hij zich in zijn vrijheid beperkt voelt. Zo zou ik ergens gezegd hebben dat hij zich niet blank, maar wit moet noemen. Hij vertelt niet wanneer en in welke context dat gezegd zou zijn. Hij zegt dat hij zich gekwetst voelt en ziet links als een gevaar voor zijn kinderen en het land. Zijn kinderen worden, naar zijn zeggen, volgestopt met het verkeerde. En hij besluit dat ik dood moet. Bij deze verdachte spelen persoonlijke grieven absoluut een grote rol. Maar het is meer dan dat, want hij maakt er een politieke vertaling van. Omdat hij het koppelt aan woke en extreem links. En eigenlijk zegt hij, ja, die zijn hier de schuld van. Over het algemeen wijst onderzoek uit dat mensen die voor de wat extremistischere ideeën vatbaar zijn, ook van mensen zijn die zelf heel erg op zoek zijn naar een soort bestemming, hoe ze zich moeten verhouden tot de samenleving. En die kwetsbaarheid kan extra gesterkt worden doordat er in hun persoonlijke leven dingen aan de hand zijn. Of in hun directe sociale kring. Of wat breder op een macroniveau in de samenleving. En we zien dat als een dwarsdoorsnede door verschillende vormen van radicalisering. Waar mensen zich gekrenkt voelen, gemarginaliseerd voelen. Dat kan langs verschillende ideologieën plaatsvinden. Gediscrimineerd voelen, niet gehoord voelen. En dan worden ze steeds bozer, gaan ze een schuldige aanwijzen. En je moet je het voorstellen als een soort van ladder, waarin ze eigenlijk steeds een streetje verder die ladder opklimmen in een soort radicaliseringsproces. En dan kan er op een gegeven moment in hun leven eigenlijk iets gebeuren wat een soort trigger is. Ook zou ik zijn profeet hebben beledigd, maar hoe en wanneer wordt in de verhoren niet duidelijk. De bedoeling van dit alles was volgens hem een signaal aan de samenleving afgeven. Hij vertelde dat het alleen was gericht op extreem linkse personen. Ook noemt hij SP-mensen die volgens hem gerelateerd zouden zijn aan het communisme. Linkse mensen zouden afgeremd moeten worden. Hij zegt ook dat hij echt hoopte hen angst aan te jagen met zijn daad. Maar achteraf zegt hij toch blij te zijn voor de samenleving dat het niet gelukt is. Het zou namelijk ook onrust opleveren. Voor mij is hij niet blij dat het plan niet is gelukt. Hij sluit daarbij af met, daar ga ik niet om liegen. Wat we in dit geval zien is iets wat we al vaker zien de afgelopen jaren. We zien een eenling en die heeft een combinatie van persoonlijke problemen en grieven. Er is sprake van psychosociale of psychiatrische problematiek. Maar ook een cocktail van politieke ideeën die soms heel tegenstrijdig lijken. Nou, wij noemen dat saladebar-extremisme. Mensen staan voor een saladebar vol met extreme ideeën of radicale ideeën. En daar stellen ze eigenlijk hun eigen maaltje naar hun eigen smaak uit samen. En daarmee gaan ze de hoort op. Goed, tot zover de informatie uit de verhoren. Maar er is meer. Na wat zoeken kwamen we namelijk uit bij de Facebookpagina van de man. En ook dat laten we jullie graag zien. Wij maakten een analyse van zijn Facebook-posts vanaf januari 2020 tot de week van 6 september 2023. En dit gaat om 469 posts, bestaande uit foto's uit eigen archief, status-updates, linkjes en reposts van teksten, nieuwsberichten, afbeeldingen en video's. We zien verschillende dingen voorbij komen op zijn tijdlijn. Aan de ene kant houdt de man zich bezig met wat dagelijkse zaken, zoals zijn geloofsbeleving, lokale vermissingen en nieuws. Aan de andere kant zien we dat hij berichten deelt uit complothoeken. En lezen we dat hij door de jaren heen lijkt te worstelen met gebeurtenissen in zijn privésituatie, waarvan hij, en daar zullen we zo verder op ingaan, de schuld ook weer legt bij wat hij noemt links en woke. In de complothoek zien we veel berichten voorbij komen over wat hij ziet als LHBTIQ+ indoctrinatie van kinderen. De man lijkt er conservatief gedachtegoed op na te houden en dat komt bijvoorbeeld tot uiting in zijn geloofsbenadering. En het is ook te zien aan bepaalde bronnen die hij deelt. Hij keert zich in zijn post tegen de gevestigde orde, zoals politieke leiders en de politie, en zet zich af tegen wat hij als communistisch ziet of als onderdeel van de zogenaamde linkse woke-agenda. Nadat hij begin vorig jaar op zijn tijdlijn benoemt dat de problemen in zijn privésituatie toenemen, heeft dit ook effect op zijn posts. De expliciete haat en afkeer naar bepaalde gemarginaliseerde groepen neemt toe, en dan met name dat anti-woke sentiment.
Dat sentiment benoemde hij tot nu toe ook al in verschillende verklaringen bij de politie en rechtercommissaris, maar is dus ook op zijn tijdlijn veel terug te vinden. Hij leent eigenlijk van verschillende ideologieën ideeën. En alsof het dus een saladbar is, schept hij zijn bordje vol met verschillende aspecten waar hij zich boos over maakt. Nou, en als je dan in feite gaat shoppen, als je naar die saladebar gaat, dan kom je allerlei verhalen tegen waarin wordt uitgelegd wie hier schuldig aan is. En dat maakt het voor mensen vaak makkelijker om eigenlijk ook om te gaan met de situatie waar ze in zitten. Het grote risico is dat er dan ook een soort fixatie begint op te treden. Want ze gaan zich steeds meer fixeren op wie er dan zogenaamd schuldig zou zijn aan de situatie. Dat kan een idee zijn, dat kan een groep zijn, maar het kan soms ook een concreet individu zijn. Van alle thema's die we terugzien op de Facebookpagina zijn er twee die de boventoon voeren. De eerste is dus die privésituatie. We zien dat er problemen zouden zijn met de voogdij over zijn kinderen. En de relatie met zijn ex-partner lijkt niet goed. De man zegt zijn kinderen minder te zien dan hij zou willen en geeft haar daar de schuld van. Maar het blijft niet bij zijn ex-partner. Ook andere vrouwen moeten het ontgelden in toenemende misogyne posts. We zien zijn problemen terug in berichten waarin hij letterlijk refereert naar de situatie met zijn kinderen. Hij spreekt over een rechtszaak en zegt op meerdere momenten dat hij, onder andere van zijn ex, zijn kinderen niet mag zien. Hierna deelt hij steeds vaker foto's met zijn kinderen en uit hij zijn zorgen over de rechten van vaders. Bijvoorbeeld door een video te delen over iets wat de oorlog tegen moslimvaders wordt genoemd. In de beschrijving wordt de schuld onder andere gelegd bij moeders die de kinderen bij vaders weghouden. Eind 2022 noemt hij zichzelf een weduwnaar, omdat hij zijn ex-partner als dood probeert te beschouwen. Hij haalt in diezelfde post ook uit naar het systeem, dat hem alleen als donateur zou zien als het gaat om zijn kinderen. Verder refereert hij naar de vrouw uit dit nieuwsbericht als weer een sletje dat haar kind in zou zetten tegen haar ex. En plaatst hij in diezelfde context een keer een comment waarin hij vrouwen aanraadt op te passen voor femicide. Begin juli 2023 zegt de man dat er binnenkort opnieuw een rechtszaak plaats zal vinden rondom zijn kinderen. Kort erna plaatst hij een foto van één van die kinderen. Volgens de beschrijving moet hij deze nog steeds missen en geeft hij de schuld hiervan aan links. Deze mix, dat intersectionele saladebar, dat is iets wat wel heel erg tijdens de COVID-periode op gang is gekomen. Daar zag je ook hele wonderlijke combinaties zich op de Dam of op het Malieveld in Den Haag verzamelen. He, met aan de ene kant de antifaxers, de andere kant de complotdenkers en de yogamoeders, bij wijze van spreken, met alternatieve geneeswijzen. Die zich opeens allemaal verzamelden in wat sommige mensen empty signifiers noemen. Dus dat zijn termen die termen waarin je elkaar kan vinden zonder dat het echt heel specifiek is. Hij heeft ontzettend groot probleem met wat hij dan ziet als woke en extreem links. Hij definieert dat niet. Dat zijn ook echt van die ideale paraplu-begrippen, een soort stok waarmee je kan slaan. Het gaat eigenlijk over alles waar hij problemen mee heeft. Het kan feministen zijn, het kan echtscheidingen zijn. Er zit vrouwenhaat in en ook komt ontzettende haat tegen de transgenders. Tegelijkertijd zie je dat hij ook, omdat hij zelf bekeerd is tot de islam, dat hij ook heel erg zijn geloof verdedigt en ook het idee heeft dat ook dat weer door woke en extreem links wordt aangevallen. Maar hij citeert ook bijvoorbeeld fundamentalistische christelijke boodschappen, waarin eigenlijk hetzelfde verhaal wordt verteld, namelijk eigenlijk dat de samenleving op het punt van instorten staat door dat morele verval en dat komt dan weer door woke en extreem links. Dan het tweede thema. Net zoals hij in het verhoor aangeeft, richt de man ook op Facebook zijn pijlen vooral op alles wat hij dus ziet als woke of extreem links. Hij haalt uit naar het feminisme, naar de LHBTIQ+ gemeenschap en keert zich tegen het recht op abortus. Dat is bijvoorbeeld te zien in de memes en doorgeplaatste nieuwsberichten die hij post. De conservatieve interpretatie van zijn geloof lijkt ook een rol te spelen. De man zet deze vaak recht tegenover zaken die te maken hebben met een strijd voor emancipatie. Nou, soms gaat dat in de vorm van grapjes. Bijvoorbeeld deze en deze over non-binaire genderidentiteit. Hij lijkt zich af te zetten tegen vooral queer emancipatie. De man plaatst bijvoorbeeld deze afbeelding van de pagina Say No to Wokeness, waarin hij het extreemrechtse narratief van grooming door drag queens overneemt. Hij spreekt zich veel uit tegen de Pride-vlag.
Bijvoorbeeld in deze ergernis over een speciale Pride tompoes van een bekende Nederlandse winkelketen. En hier uit hij zijn steun als een voetballer de regenboogband weigert te dragen met de tekst: "Wij gaan niet onder extreem links leven." Hij deelt een post over zogenaamde regenboogpropaganda op basisscholen, een video waarin een Pride-vliegtuig wordt neergeschoten en een video waarin kinderen op een regenboogvlag stampen. Hij begint ook meerdere keren over Andrew Tate. De man lijkt met hem te sympathiseren en vindt dat de islamitische gemeenschap Tate moet omarmen. En ook de video waarin Baudet het heeft over zogenaamde woke kinderboeken komt voorbij. Dat is een video waarin Baudet onwaarheden vertelt over lesmateriaal over seksuele voorlichting. De man lijkt verder een afkeer te hebben tegen wat hij ziet als feminisme. Hij deelt bijvoorbeeld dit plaatje over abortus, noemt feministische moslima's een groter gevaar dan Koranverbranding en plaatst spottende teksten en afbeeldingen. Zijn laatste post is op 5 september, één dag voor hij het pand van BNNVARA binnenloopt. Hierin uit hij nog één keer zijn afkeer tegen wat hij de extreem linkse woke-agenda noemt. Het is heel moeilijk aan te geven hoe groot dit is. We hebben het over digitale milieus waarin dit soort ideeën rondgaan, die zich soms met elkaar vermengen en soms weer niet. Wat we wel weten is dat het geen marginaal verschijnsel is. En heel soms zien we daar iets van, de mobilisatiekracht die het heeft. Bijvoorbeeld al het gedoe rond Pim Lammers, de schrijver van het kinderboekenweekgeschenk, waarbij op een gegeven moment de beschuldiging kwam dat hij eigenlijk pedofilie stond te promoten. Nou, dan zie je dat via een aantal influencers met een enorm bereik toch honderden duizenden mensen in Nederland behoorlijk boos werden. Ook vele bedreigingen hebben geuit. Dus op zo'n moment zie je dat het niet een marginaal verschijnsel is, maar ook echt wel breder leeft in de maatschappij en aangewakkerd kan worden. Maar dat zijn dus echt uitingen van deze tijd, misschien meer dan eerdere tijden, waar het wat simpeler was, waar je jihadistisch extremisme had, rechts, links, de nationalistische organisaties, ETA, IRA, dat soort. Dus deze salad bar, deze mix, dat heeft misschien ook wel een beetje te maken met de tijd waarin we leven, waarin alles wat vager is. Hè. Mensen hebben wat minder duidelijke, die verzuiling zijn we kwijt. En het is allemaal een beetje, iedereen is een beetje op zoek naar identiteit en betekenis. Dat zie je dus ook weer spiegeld in de vormen van extremisme. Uiteindelijk is degene die de trekker wil overhalen of een gewelddaad plant, dat is degene die verantwoordelijk en schuldig is. Dat moet je niet breder maken. Tegelijkertijd zie je natuurlijk dat iemand ergens ideeën vandaan haalt, inspiratie vandaan haalt. De verhalen die vertellen wat er aan de hand is in de wereld, waarom dat zo fout is, wie de schuldige daarvan is en soms ook wat er aan gedaan zou moeten worden. Natuurlijk hebben die ideeën ook invloed op een eenling. Maar het is niet een causale relatie waarbij je kunt zeggen van nou, iedereen die dit soort ideeën verspreidt of aanjaagt of daar op de een of andere manier een bijdrage aan levert, is dus ook verantwoordelijk, laat staan schuldig, aan wat toch uiteindelijk altijd wel het unieke traject en de unieke keuzes zijn van zo'n eenling. Nou, tot zover alles wat we tot nu toe weten. Ja. Ja, dan zijn er nog wat dingen die staan te gebeuren. Een daarvan is het juridisch traject. Ik heb hier mijn aangifte. Daarop staat poging tot doodslag en moord. Ja. Maar de vraag is natuurlijk, waar gaat het OM voor? Wat gaat de rechter zeggen? Mm-hmm. Daarover gesproken, we hebben het OM nog even gebeld. Ja, we hebben ze in ieder geval op de hoogte gesteld van deze uitzending. Ja. Ook gevraagd of zij zelf op camera wilden reageren om hier iets over te zeggen, maar dat wilden ze niet. Nee, hebben ze tot nu toe helemaal niet gedaan, hè? Dus nee. Ook niet bij ons. Nee, precies. Nee, dus dat doen ze niet. Dan dat de proforma-zitting, die is 20 december. Ja. Dat is niet een inhoudelijke behandeling van de zaak al. Dat is omdat er gewoon binnen een bepaalde termijn altijd een eerste keer moet zijn geweest dat een zaak is voorgekomen. Dus daarom is dat. Maar dat is helemaal nog niks inhoudelijks. Nee. Dat is eigenlijk wat nu speelt. Ja. Ja, en dan later komt de uiteindelijke zaak. Maar wanneer dat is... Nee, dat weten we eigenlijk niet. Dat weten we niet. Nee, dat zal nog wel even duren. Nee, dan is er nieuws over het traject wat de man zelf nog ingaat, Jens. Ja, dat is ook nog even belangrijk. Hij gaat naar het Pieter Baan Centrum voor onderzoek. Wat voor onderzoek weten we niet precies. Maar dat gaat dan wel even duren, want de wachttijd voor zo'n onderzoek is nu zo'n 15 weken. En als hij er eenmaal is voor onderzoek, dan gaat het ook nog wel even duren. Want een opname daar bij het Pieter Baan Centrum duurt ook iets van 6 of 7 weken bij elkaar. Ja, en dan moeten we even benadrukken dus dat we niet weten
wat ze daar precies gaan doen. Hè? Nee, maar ja. Ja. Dat kan heel veel dingen. Kan heel veel zijn, ja. Maar in ieder geval, er wordt onderzoek gedaan naar hem. Maar in hoe en wat weten we niet precies. Ja. Dan even hier in het pand. Dat is ook nog boeiend, de omroep zelf. Ja, het pand hier is nu extra beveiligd. Dat is eigenlijk vrij snel na dat incident is dat meteen al gedaan. Dat is ook wel jammer, want er zitten hier meerdere publieke omroepen ook. En dat, ja, mensen vinden dat ook een beetje afdoen soms wel aan het open karakter van wat de publieke omroep zou moeten zijn. Dus dat is heel jammer, maar het is blijkbaar wel gewoon nu nodig. Ja. Wij zijn zelf wel natuurlijk gewoon naar de redactie gegaan de afgelopen weken. Ja. Dus dat was aan het begin, waren we wel nog geschrokken, maar we zijn hier wel gewoon geweest. Dat voelde eigenlijk wel fijn, vond ik zelf wel. Ja, fijn om met z'n allen dit te kunnen bespreken. En, Ja, wij zijn hier natuurlijk zelf ook gewoon weer naar de redactie gegaan. Kijk, van mij hoeft het niet zo, hoe gaat het nou met ons? Maar we gingen toch even bespreken, omdat jullie hebben daar heel veel om gevraagd. Jullie kijken al 7,5 jaar iedere week naar ons. Volgens mij, we zijn geschrokken. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. We hebben hier ook echt in een kringetje gezeten met een therapeut. Dat was echt fijn. Ja. Ja. Wij zijn zelf eigenlijk ook bijna gewend geraakt dat het moeilijk is op straat met extra beveiligers moeten draaien. Bedreigingen aan ons adres, aan mijn adres, een beveiligd huis, een alarmknop in je zak. Mm-hmm. Dat soort dingen. Dit voelde als een beetje een apotheose van iets wat al een beetje zo was. Maar zo erg als dat nu is, is het nog niet... Dit is wel nieuw. Een man met een pistool en een mes is wel nieuw. Dat is echt nieuw, ja. Ja. Dat gezegd hebben, we zijn bezorgd, maar niet verslagen. Nee, dat willen we nog even benadrukken. We zitten hier gewoon. En volgende week hebben we absoluut een nieuwe uitzending. Een hele goede ook. Hartstikke goede uitzending. Er komt gewoon de rest van het blok. Seizoen 10 gaat echt van start nu. Dat gaan we gewoon maken. En volgens mij kunnen we niet anders zeggen dan tot volgende week. Precies. Ja, ben je boos? Boos op bnnvara.nl. Mail ons gewoon. Hè. Je hoeft niet met een pistool en mes naar het pand te komen. Je kan ons ook gewoon mailen. Volgende week zijn we er weer. Tot dan. Ik denk over het algemeen is men geneigd om alleen maar naar dit soort problemen als een veiligheidsprobleem te kijken. Ik denk dat het een veel breder maatschappelijk probleem is. En in sommige vormen van extremisme eigenlijk ook bijna een soort van bestuurdersprobleem. Iedereen ziet dat heel veel een opeenstapeling van uitspraken soms ondermijnend is voor onze democratie. Alleen niemand weet precies wie wanneer ergens moet ingrijpen. En dan wordt het dus, van wie is dit probleem verhaal. In ieder geval is het breder dan enkel een veiligheidsprobleem.